leuk dat je kijkt. Vandaag heb ik een video voor jullie waarvan ik nooit had verwacht dat ik hem zou opnemen. Ik heb namelijk voor jullie een boekenvideo. Ik hou niet zo van lezen, althans niet van verhalen lezen, maar wel van boeken waar ik wat van kan leren. Of boeken over het leven van succesvolle mensen bijvoorbeeld. Ik ga voor jullie de boeken doornemen en er zitten ook luchtige boeken tussen, dus schrik er absoluut niet van. Er zitten ook hele gewoon gezellige, relaxte boeken tussen. We gaan meteen beginnen. De eerste die ik wil laten zien aan jullie is Branding Yourself. Dit is een Engels boek. En dit is heel geschikt als je eigen bedrijf wil beginnen. Je ziet het al op de voorkant. Hoe val je op tussen alle anderen? Erg handig boek. Ik heb ook daadwerkelijk bijvoorbeeld mijn profiel op Facebook en op LinkedIn veranderd. Naar aanleiding van dit boek. Dus er staan hele handige tips in. Hij is ook meer op de Amerikaanse markt gericht. Dus er zijn wat dingen die je gewoon kunt overslaan. Maar desondanks is hij ideaal. Mocht je nou problemen hebben met Engels, dan is er ook een Nederlandse, volgens mij heet hij Word Zelf een Merk. Is niet de vertaling hiervan, maar wel de Nederlandse variant daarop. Dus ook die kun je gewoon gaan lezen. Dan heb ik nog een Engels boek en volgens mij zijn dat nu de enige die ik jullie ga laten zien. Lean In. En dit is van een van de medeoprichters van Facebook. Het gaat om vrouwen in topposities. Nu moet ik zeggen, ze deelt heel veel van haar jeugd. En ja, het is echt een verhaal waar ik me niet in kan vinden. Ik ben nu bij pagina 65, maar ik kom er niet doorheen. Dus dit is echt al volgens mij van vorige zomer dat ik hiermee gestopt ben. Ik weet niet of ik er ooit nog aan ga beginnen. Ik zou hem jullie niet direct aanraden. Het is niet, ja, ik weet niet. Lees niet lekker weg. Je komt er niet makkelijk doorheen. Dan heb ik een boek die heel makkelijk te lezen is, waar je heel makkelijk doorheen komt. Het boek van Masha, Happy Life. Erg leuk boek. En al hou je niet van beauty, dit gaat om zoveel meer dan alleen beauty en uiterlijk. Eigenlijk, moet ik zeggen, gaat het er bijna helemaal niet over. Het gaat meer over je dromen najagen en wat je moet doen om succes te krijgen, om je goed te voelen. Dus dit is absoluut een aanrader. Heel makkelijk leesbaar boek. Dan heb ik er nog eentje. En deze is van Aniek van Wonderen, Masterclass Ondernemen. Ook een erg leuk boek. Ze laat zien hoe ze I Love Fashion heel stond succes heeft gemaakt. Ik vind dat altijd leuk om te lezen. Ze deelt leuke tips, leuke trucjes, leuke dingen die zij heeft meegemaakt. Ook een erg leuk boek. Lees ook heel makkelijk weg. Dan heb ik een boek. Daar ben ik ook voor naar een seminar gegaan. 365 dagen succesvol. Ik ben echt fan van dit boek. Dit is zo handig. Er staan zulke bruikbare tips in. Dit is echt geschikt voor als je moeite hebt met uit je comfortzone komen. Dus als je het eng vindt om nieuwe dingen te proberen, dan moet je absoluut dit boek lezen. Het gaat niet alleen maar over carrière, maar het is echt een boek om zelf, om je beter te voelen, om gelukkiger te zijn. Zowel op het gebied van werk, als het gebied van gezondheid, als het gebied van geld, allemaal dat soort dingetjes. Maar hij doet je vooral triggeren om ook weer eens gewoon wat nieuws te gaan proberen. En dat is wel heel belangrijk. Dus dat je niet in je comfortzone blijft zitten. Erg leuk boek. Aanrader. Dan heb ik het boek van Anna Nussin, On Top. En ik ben daar wel al in begonnen, maar nog niet echt super ver. Ik ben nu bij pagina 38. Zij deelt ook heel veel uit haar leven. En ja, tot nu toe vind ik het een erg leuk boek. Hij leest het makkelijk weg. En hij is heel anders dan het boek wat ik net liet zien van een van de medeoprichters van Facebook. Hier kom je echt veel makkelijker doorheen. Ook leuk, echt een beetje de nodige humor zit erin. Ze deelt hele leuke foto's. En dat vind ik wel heel cool aan haar. Er staan niet alleen hele mooie foto's in, maar ook, ze heeft ook een pagina met lelijke selfies. En dat vind ik wel leuk. Gewoon die zelfspot. Niemand is perfect. En dat laat ze dan ook duidelijk zien dat iedereen gewoon maar mens is. Dus ook deze absoluut tot nu toe een aanrader. Ik heb hem natuurlijk nog niet uit. Maar dat komt vast goed. En dan heb ik een boek, dat is de laatste die ik jullie wil laten zien. Een boek die ik net nieuw heb van Thierry Cabau van Kasbergen. En die gaat over make-up. Er staan hele mooie foto's in, leuke tips. Alleen ik heb mezelf als regel gesteld dat ik eerst Anna de boek moet uit hebben voordat ik hierin mag beginnen. Omdat ik anders allerlei verschillende boeken heb open liggen. Maar in ieder geval, kijk, ik zal wat foto's laten zien. Hier staan ook weer hele mooie foto's in waarop ze allerlei tips en dingetjes deelt. Kijk, heel veel BN'ers ook. Maar ik denk gewoon een heel leuk boek. Kijk, we kunnen allemaal wel make-up doen, maar dit is even weer back to basic. Hoe doe je dat nou precies, dat shapen? Hoe zet je je wenkbrauw mooi aan? Wat is de juiste vorm? Dus daarom denk ik dat ik wel heel veel aan dit boek ga hebben. Ik vind het gewoon leuk om dat even een beetje door te lezen. En daar mag ik dus nog niet aan beginnen. Eerst Anna de boek nog even uitlezen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden
dat ik een keertje even mijn favoriete boeken met jullie deelde en mijn minder favoriete. Ik hoor heel erg graag van jullie als jullie nou tips hebben voor boeken. En kom dan dus niet met literatuur, want ik vind het echt niet leuk. Maar heb je een boek van iemand dat je zegt van, oh, dat is een heel succesvol iemand en die geeft ook hele leuke tips. Of weet je een ander heel erg leuk boek, laat het mij vooral weten. Ik hoor het heel erg graag van jullie. Voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Ik zie jullie vrijdag weer met een nieuwe tutorial en elke dinsdag met een extra video. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken en tot snel. En vergeet je niet te abonneren. Tot snel. Doei!